Welkom op Literatuurplein of welkom op het YouTube-kanaal van Literatuurplein. Ik ben in Rotterdam, Krooswijk en tegenover mij zit Dien Bowen. Hij heeft een prachtige dichtbundel geschreven, die heet Bokman. Het is zijn debuut en dat zou je niet zeggen, want het is een bundel vol, tot in de puntjes verzorgde taal. Het is kaleidoscopisch en cosmopoliet. Dat zijn twee hele moeilijke woorden, maar ik denk dat ik aan het eind van dit half uur toch kan uitleggen waarom het kaleidoscopisch en cosmopoliet is. Dien, eerst eens over die verzorgdheid van de taal, want het is een ontzettend verzorgde dichtbundel. Kan haast niet anders dan dat je hier jaren en jaren aan hebt zitten werken. Ja, daar heb je wel een punt. Wat is het, 76 pagina's heb ik er, 2,5 jaar ongeveer aan gesleuteld. En het is eigenlijk gek, want je schrijft en je sleutelt en je schrijft en je laat het iemand lezen en je schrijft. En dan toch zijn heel veel van de belangrijkste beslissingen pas in dat laatste half jaar gevallen. Want opeens ontdekte ik de constellaties in de bundel en zag ik wat er nodig was om die laatste keuzes te maken. En ik heb heel erg geboekt met een hele goede redacteur. Maar het heeft heel veel tijd gekost, omdat ik heel erg op zoek was naar, naar wat die taal nou als middel is en op welke manieren ik die in kan zetten. Want ik ben net zoveel een telg aan die boom van de literatuur als dat ik een kind van de hiphop ben. En ik wil al die invloeden door mij heen laten werken om tot mijn eigen taal te kunnen komen. Dan richten we ons op de bezoeker van de website literatuurplein.nl. Die leest, zo stel ik me voor, niet zo vaak gedichten. Die leest, tot nu toe heeft hij, daar gaan we even vanuit, nog geen gedicht uit deze bundel gelezen. Dus als wij praten over constellaties, als wij praten over een kind van de poëzie enerzijds en de hiphop anderzijds, en dat door laten resoneren in taal, dan vrees ik dat we de luisteraar iets te ver het bos insturen. Dus zullen we een stap terug. En kun jij eens misschien aan de beginnende poëzielezer uitleggen wat je hebt geprobeerd te doen in deze eerste bundel? Wat ik heb geprobeerd te doen is zo eerlijk mogelijk te zijn over de overwegingen, de angsten, de woede die in mij huist. En ik heb gezocht naar een manier om dat vorm te geven die niet gaat over een beschuldigende vinger wijzen naar iets of iemand, maar die heel erg gaat naar hoe nu verder of hoe vertellen we deze verhalen aan elkaar. Dus ik denk dat het belangrijkste doel van deze bundel een handreiking is geweest om het gesprek aan te zwengelen in zekere zin, omdat ik het idee had dat ik te weinig misschien mijn perspectief vertegenwoordigd voelde door de mensen die in het publieke discours of politiek discours ervan constant het woord nemen. En als je zegt beschuldigende vinger en handreiking naar, naar wie zou je dan wijzen en naar wie reik je dan de hand? Naar een ieder die wil luisteren of in dit geval wil lezen. Ik hou gewoon heel veel van mensen. En als ik kijk rond me, dan heb ik het idee dat we iets aan het kwijtraken zijn. Dat we vertrouwen in goede intenties aan het kwijtraken zijn. En ik weet waar dat door komt in sommige gevallen. Maar ik wil nog steeds geloven in die mogelijkheid van de dialoog. Dus daarom denk ik dat die handreiking waar mogelijk wel heel erg belangrijk is. Daarnaast is het ook een boek dat zich focust in zekere zin op het formuleren van spreuken, haast heksenspreuken. Er is ook een soort noodzaak tot magie die ik echt met me draag en die wilde ik daarmee combineren. Dus dat de taal soms ook uit zijn voegen springt om iets aan te boren die veel meer inspeelt op intuïtie, emotie en niet zozeer op ratio. Ja.
Laten we die twee eens verdelen, want het tweede, die magie en het woordenspel, dat is machtig interessant in deze bundel, maar toch even het eerste, die handreiking, die woede. Waar heeft het mee te maken? Ik bedoel, in de bundel is er sprake van een soort tijdmachine soms, waarin je de geschiedenis ingaat, waarin je bijvoorbeeld opeens flitst naar een slavenschip, hè, waar je zegt van letterlijk onder het dek. Dus vertel daar eens iets over, van welke geschiedenis, ja, de slaven, de slavernij, in hoeverre dat ook nog doorresoneert in het nu. Hè. Je hebt het letterlijk, sorry dat ik zo lang aan het woord ben, maar jij mag zo weer, je hebt het letterlijk over het wat in onze vezels zit, hè, dus de geschiedenis, wit-zwart, angst, ontbreken van verbinding, in die pot zitten we te roeren, toch? Ja precies. Ja, het is... het zijn een aantal dingen die samenkomen. Allereerst ben ik mijn hele leven zwart geweest in dit land. En dat betekent niet dat ik alleen maar soort van de klappen van de zweep en racisme en weet ik veel wat heb meegemaakt. Maar het betekent wel dat ik altijd door de wereld heb moeten navigeren met die kennis. En rekening houdend met wat het effect daarvan zou kunnen zijn. Maar tegelijkertijd ben ik van huis uit wel opgevoed met het idee dat in mij heel veel geschiedenissen huizen. Waarmee ik bedoel te zeggen, als ik kijk naar... Ik heb lichtelijk geprobeerd mijn familieboom uit te pluizen. Wat ook nog echt wel een dingetje is, want het is diffuus en alle kanten opgegaan. Maar, weet je wel, er zitten Creolen in mijn familie. Er zitten... Mijn overgrootopa was een Fransman. Een andere overgrootopa was een Zeeuw met rood haar. Dus er zitten gewoon heel veel lijnen door. We hebben Indianen bloed in ons, Arawak-Indianen. Dus er is altijd een bewustzijn geweest van die vele verhalen die door ons lopen. En ik zeg ons, wij zitten op mijn zusje en mijzelf. En dat creëert er ook een bewustzijn van hoe die dingen schuren, hoe die dingen op elkaar botsen. Dus er is niet een harde lijn tussen schuldige en slachtoffer, omdat ik beide ken, of in ieder geval me tot beide kan verhouden. Mm-hmm. En dat heb ik wel een beetje op willen zoeken. Dus in die geschiedenissen die ik soort van wilde oproepen, wilde ik erkennen hoe die dingen tegenover elkaar liggen. Ik denk dat de belangrijkste zin in de bundel voor mij nog steeds... ik neem het je niet kwalijk, maar ik neem het je kwalijk is. Omdat dat voor mij zo heel erg vangt waar ik naar op zoek ging. Zo van, dat, er zijn geen klare antwoorden, er zijn geen harde waarheden. Er is altijd die fluiditeit waar je dan maar mee om moet gaan. Het is net alsof je water probeert te jongleren. Zo van, het lukt niet, maar het enige wat je kan doen is een poging wagen. Maar die zin, ik neem het je niet kwalijk. Maar ik neem het je kwalijk. Misschien is het goed om ook het gedicht er straks even bij te pakken en voor te dragen, want dat kun je heel goed. Maar dat zijn natuurlijk twee mededelingen die, denk ik, heel goed samen kunnen gaan. Behalve als de luisteraar in paniek raakt of zo, want die denkt dan, maar dat kan niet allebei, maar het kan wel allebei. Ik denk het wel. Dus allereerst moet je niet bij dichters aankloppen voor helderheid. Nee, het is ook ontregelend bedoeld. Maar dat is omdat bestaan in de wereld ontregelend is. En weet je, gewoon proberen iedere dag op te staan en te bewegen en je boodschappen te doen en tot je werk te komen. Soms kan dat echt als een gewelddadigheid aanvoelen. Dus ja, het is niet zozeer mijn... Wat kan als een gewelddadigheid aanvoelen? Gewoon een dag doorkomen. En met alle soort van nuances of consideraties die dat met zich meebrengt. Alle tegenstrijdigheden. Noem er eens eentje, Dien.
Nou, waar ik de laatste tijd heel erg mee worstel is... ik heb mezelf heel lang voorgehouden dat ik een dichter eerst ben. En daarna alle andere dingen die ik leuk vind om te doen. Althans, je bent mens eerst, maar als ik een soort... Een van mijn vele identiteiten een soort van op zou moeten noemen, was het altijd dichter eerst. Maar ik merk dat het veel meer gaat om het verhaal. Dus dat ik mezelf steeds meer als verhalenverteller aan het beschouwen ben. Nou, klinkt dat soort arbitrair en dat is het misschien ook. Maar die distinctie is voor mij, denk ik, belangrijk omdat het een ander soort gewicht met zich meebrengt en daarmee dus ook een ander soort verantwoordelijkheid. Ik ben niet zo geïnteresseerd in de Nederlandse poëtische kanon inschrijven of me daartoe verhouden. Ik ben veel meer bezig, denk ik, met hoe vind ik de juiste gedaante voor het specifieke verhaal waar ik op dat moment mee bezig ben. En dat kan dan in de muziek zijn of in het theater of wat dan ook. Maar waarom zou je dat willen definiëren of je dichter bent of verhalen vertellen over iets anders? Omdat het me toegang verschaft, denk ik, tot een ander soort nadenken over proces en over hoe te bewegen door of langs die invloeden die leiden tot werk, weet je wel, inspiratie, wat dan ook. Maar ik denk dat als je jezelf een muzikant noemt en bent, dan is er een hele specifieke vertaalslag die dat rare, dat X-element, die inspiratie, dat onaanraakbare, tot geluid vertaalt. En door mezelf nu veel meer te benaderen als verhalenverteller, gooi ik voor mezelf het proces wat meer open. Om te kijken naar waar, binnen welke discipline dit verhaal het sterkst in resoneert. Ja. En woorden betekenen dingen, dus ze zijn gewoon heel erg belangrijk. Dus voor mezelf is het denk ik heel erg belangrijk om te blijven zoeken naar wat is het nu? En dat betekent niet dat ik over 10 jaar me op dezelfde manier ertoe verhoud. Maar voor mij is het op dit moment wel belangrijk om op zo'n manier erover na te denken. Ja. Verhalen vertellen is ook hoe het oogt op het podium. Want je loopt, ik heb je 1,5 week geleden op het podium gezien in Eindhoven. Zonder papier in je hand, zonder katheder. Het lijkt alsof je ook, hè, want ook die zin van ik neem het je niet kwalijk, maar ik neem het je kwalijk, sprak je uit tijdens die voordracht. Die voordracht oogt alsof je op dat moment ook zoekt naar woorden. Terwijl als je daarna naleest, zie je dat je gewoon van seconde tot seconde in control bent van wat je doet. Maar als je daar staat, lijkt het alsof je wacht tot de woorden tot je komen. Dus dat is een theatraal element dat je dan toevoegt aan je voordracht. Ik blijf dan zeggen, dan maakt het eigenlijk niet uit of je dan een dichter bent of een verhalen vertellen of een theaterman. Wat je eigenlijk doet is bijna een soort alsof je wacht tot iets tot je komt en dat dan doorkaatst naar het publiek. Zoiets is het bijna, een beetje zoals de maan eigenlijk. Dat vind ik een hele mooie, ja. Maar je zegt daar wel iets interessants. Nou is het interessant om te weten dat ik... met betrekking tot de geschreven woorden, dat ik inderdaad wel die controle heb, maar je bent ook altijd een soort kanaal voor iets of een brug tot iets. Dus ik zoek inderdaad wel naar de momenten hoe ze vallen. En dat heeft te maken ook met wie er nog meer in de ruimte is, of er iemand is die kucht waar ik op kan reageren. Of het gaat, ja. Ik vrees altijd dat het heel erg zweverig wordt op het moment. En dat wordt het vaak ook als mensen het over energieën hebben. Maar er zijn bepaalde spanningen, bepaalde bewegingen, bepaalde ademhalingen die in zo'n ruimte afspelen, die allemaal invloed hebben op wat er op dat moment kan gebeuren. Dus, maar bijvoorbeeld, sorry dat je onderbreekt, maar bijvoorbeeld iemand hoest.
of iemand zucht. Wat doet dat met jou op het moment dat jij op een podium staat? Soms betekent dat een uitnodiging tot interactie met die persoon of met het publiek. Soms betekent het dat de pauze die valt gewoon verlengd wordt. Dus alles in die ruimte wordt bijna een partituur voor wat er mogelijk is binnen de tekst. Maar ook in het lichaam. Dus het gaat voor mij vooral in het voordragen en het presenteren van werk ook over het werk je lichaam intrekken en dat iets laten doen. Want laten we wel eerlijk zijn, het gedicht op een pagina is iets heel anders dan het gedicht in de voordracht of in de performance. Dat op de pagina staat het in dienst van het werk of van het idee. Maar in de voordracht staat het in dienst van wat je op dat specifieke moment wenst te communiceren. En dat is echt iedere keer wat anders. Ja. En die literatuurpleinlezer, die ziet op de pagina's van jou de woorden ook over het papier heen springen. Die ziet allemaal, het hele wit wordt benut bijna. Het kan in alle hoeken van het papier kan het staan. Dat is een soort speelsheid die op zich overeenkomt met de speelsheid op het toneel. Nou ja, dat is absoluut een afweging die ik meeneem in mijn schrijven. Ik maak altijd de grap dat ik een van de minst belezen dichters ben die ik ken. Want ik ken mensen die letteren hebben gestudeerd of literatuurwetenschappen en weet ik van wat aan filosofen hebben gelezen. Dat heb ik denk ik veel minder. Ik ben veel meer opgegroeid door de performance en via muziek. En ik ben een heel erg intuïtief schrijver. Maar wat ik dus meeneem zijn dus heel erg die clues, die aanzetten die ik heb gevonden in de muziek en in het theater. Mm-hmm. Dat filtert zich door mij natuurlijk op die pagina. Dus op de pagina is er een spel dat zich afspeelt. Dat ook eens door de ruimtelijkheid van die performance weet te vangen. Ja. Ik stel af en toe gewoon even domme vragen, maar als je zegt een clue of aanzet vanuit de discipline van het theater, wat bedoel je dan bijvoorbeeld? In het theater heb ik de stilte bijvoorbeeld ontdekt. En vooral de kracht daarvan. Dat doet me denken aan een improvisatie. Het was een repetitie en we moesten improvisaties doen om zo tot scènes te komen. En toen wist ik helemaal niks te doen. Mijn hoofd was vol en leeg tegelijkertijd. En ik had een soort halve paniekaanval. En ik dacht van, nu moet ik iets doen. En er staan allemaal ogen om me gericht. En toen, terwijl dat zich afspeelde, stond ik gewoon stil in een vrij neutrale positie. En dat duurde zo'n 20 minuten en ik deed maar niks. En toen zei de regisseur op een gegeven moment van, stop maar, dat was geweldig. En ik snapte het volledig niet. En na de hand waren we een biertje aan het drinken. En toen zei ze van, men ziet al genoeg. Als je daar staat, als die storm in dat glas het van woelt. Dus laat dat af en toe bestaan. En het doet me ook denken aan iets wat mijn opa me ooit heeft gezegd toen hij erachter kwam dat ik aan het dichten was. Toen zei hij van, poëzie is, en ik parafraseer me, poëzie is wat er gebeurt in de spaties tussen de woorden of tussen de regels. En dat vind ik heel erg mooi. Er is iets in die stilte die ik dus in theater gevonden heb, die ik ook de ruimte wil geven in mijn werk. Ja. En kan er ook sprake zijn van een overdaad aan stilte? Ik denk het wel, maar ik vind hem dan niet storend. We worden aangeleerd om de stilte als ongemakkelijk te ervaren. Ja. Maar ik heb de mooiste ik hou van je's gezegd zonder woorden te gebruiken. Ik heb de meest intieme momenten met mensen meegemaakt in complete stilte. Maar ook de pijnlijkste momenten, de rouw. Dus
een overdaad aan stilte is misschien iets waar we allemaal wat meer behoefte aan zouden moeten hebben. Want er is zoveel ruis en er is zoveel gedoe en iedereen vindt wat. En heeft het idee dat ze daar dan wat mee moeten. En begrijp me niet verkeerd, ik heb ergens absoluut de look at me gene, want anders zou ik ook niet op een podium staan. Maar ja, die stilte is dan toch wel iets wat je dan wel moet koesteren. Dus kom maar met die overdaad. Mooi, we gaan zo dan naar het gedicht luisteren, Dien. Maar ik wil nog even een groot thematisch... een thematisch anker je haalt geen anker aan, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ik wil een thematisch anker noemen, namelijk de tegenstelling enerzijds tussen de tijdmachine die je creëert, teruggaan door de eeuwen heen, het benoemen van de slavernij bijvoorbeeld, het benoemen van wat nu in onze vezels zit in 2018 in de Nederlandse samenleving. Dat staat aan de ene kant. En aan de andere kant staat een soort hele... meerlagige woede eigenlijk, vanwege dat steeds terugkeren van een vraag, waar kom je vandaan? He, dus aan de ene kant stel je de vraag, waar kom ik vandaan? Aan de andere kant is er een woede over de vraag, waar kom je vandaan? Je zegt zelf al, dichters mogen meerdere dingen tegelijk oproepen. Absoluut waar, maar misschien kan je wel iets vertellen over die twee facetten. Dus het zoeken naar, waar kom ik vandaan? En een soort woede vanwege de voortdurende vraag, waar kom je vandaan? Ja. En dat vind ik mooi dat je dat erin gelezen hebt. Ja, het is... Ik denk dat we allemaal de vraag stellen, waar komen we vandaan? En dat betekent gewoon zo heel erg veel. In mijn geval ging die vraag van jongs af en eigenlijk nog steeds heel erg over ook een soort instand houden van... van de verhalen die geleid hebben tot het verhaal dat ik geworden ben. Maar waar die woede hem dan vooral in zit, is dat het een soort... Het blijft een achteruitkijken. Dus het blijft een soort obstructie ten opzichte van hoe je gezien kan worden. Waar kom je vandaan gaat niet over het mogelijk dat je bent. En dat vind ik, daar zit die frustratie in, denk ik. In. Ik wil ten alle tijde geloven in de maakbaarheid van de mens. In de maakbaarheid van mijzelf. In mezelf in een nieuwe iteratie kunnen formuleren. En dat zit het gewoon in de weg. En dat vind ik vervelend. Wat bedoel je met een nieuwe iteratie kunnen... Dat klinkt misschien ingewikkeld. Een vriend van me en ik hebben altijd het grapje dat we bezig zijn een neo-sapien te worden. Waarmee we gewoon proberen te zeggen, wat is die nieuwe mens? Wat is de nieuwe mogelijkheid van de mens? En hoe kunnen we werken om daar naartoe, om daar naartoe of daar te komen? En ik denk dat dat ook geïnformeerd heeft wat in de laatste afdeling van het boek gebeurt. Dat meertalige werk, dat zijn 10 gedichten met het stapeling van volgens mij 10 talen. 9 of 10 talen. Dat is een talige manier van daarnaar zoeken. Zo van hoe ontmoet die muziek van die taal, van die verschillende talen... hoe ontmoeten die elkaar en wat kan daar voor nieuws uit ontstaan? Wat is de zeggenskracht van die nieuwe talige bombast en beleving? En dat gaat over dat, over de noodzaak om te zoeken naar what's next. Ja. Nou, ik stel voor dat we na dat gedicht dat je dan hopelijk nu zou willen voorlezen, waar dat citaat in zit van ik neem het je niet kwalijk, maar ik neem het je kwalijk. En dat we daarna, dat sluiten we het gesprek af met die laatste 10 gedichten, omdat we daarin die vrije vorm en die magie die we in het begin van dit gesprek benoemden, zo terugkeert. Dus dan hebben we de bundel niet helemaal gevat, want dat kan niet in een half uur, maar dan hebben we er wel een paar dingen uitgepakt.
Eerst dit wat langere gedicht. Wil je dat gewoon voorlezen of wil je er eerst nog iets over zeggen? Nee, ik denk dat het gedicht heel erg zegt wat het moet zeggen. Dus ik zal het gewoon voordragen. 1. Ik ben geboren Arawak. Ben van dit land 5000 jaar geleden geboren. Was hier voor Europeanen die geen naam dragen in mijn oorspronkelijke tongval. Ik ken de verhalen van dit water voordat het water voor plantages was. De ziel van mijn volk. Misschien even, als waren wij vergeten in je boeken, werden wij de eerste aan het werk gezet. Maar dit lijf niet gebouwd op de lasten die jij het opdrong. De littekens in het land te minden, want ik weet nog van je. Hoe het eerst de Engelsen toegegeven. Hoe toen Nederlanders, want ik weet hoe je volken van niet hier bracht naar mijn huis, waar nu afstand van mijn hart en vingers in deze bodem. 2, ik ben herboren tussen zwarte lichamen. Onder een dek, herboren. Zag niet de oceaan die me bracht naar waar jij dit lijf wilde werken tot de botten ontbloot. Het schip uit Zeeland was vigilante gedoopt en wij zouden onszelf niet breken voor jou. We kaapten het schip, maakten van onszelf een vrijheid in het jaar van jullie vader 1780. Volgden het water voorbij de plantage en de 6 namen die wij onszelf gaven, maar ons. Wij, zwerfland, bouwden een leven op en zien nog altijd mijn nazaten in de binnenlanden van mama Sranang. 3 mannen, maximaal 25 slagen. Vrouwen maximaal 15 slagen. Jongens maximaal 15 slagen. Meisjes maximaal 10 slagen. Kinderen. De kinderen. 4. Het is de bodem die ik opeis nu nog. Er bestaat niet zoiets als gevonden land. Je ontdekkingen waren ontmoetingen bezoedeld in bloed, in leugens, in roof. In mij woeden nog altijd de stormen, Wilhelmus. Ik mag niet vergeten wat jij kiest te negeren. Mijn moeder geboren onder bekende vlag en wimpel, daarom ik hier. Daarom ook mijn vader. Want men weet niet dat er nog altijd een nieuw Amsterdam waar hij vandaan. Het bezit van Berbice of Essequibo of Demerara. Maar als ik je vraag het aan te wijzen op de landkaart, kijk jij mij vragend aan? 5. Ik neem het je niet kwalijk. Maar ik neem het je kwalijk. Jouw familie had geen slaven, maar de welvaart genoten. Je schafte de slavernij af. Maar deed me 10 jaar langer werken. Het is zo lang geleden, maar ik zie het in je straten vereeuwigd. Het doet er niet meer toe, maar we dragen nog je namen. Ik ben geboren Dean Andrew Jake Bowen, uit gelaagde opmaak geboren, zoon van ook Nederlandse bodem, en ik weet waarom. En jij nu ook. Het is toch altijd een lastig werk om. Ik draag het vaak voor omdat ik het een belangrijk werk vind om voor te dragen. Maar altijd als ik dan van het podium af ben, of in ieder geval weg van dat moment, dan is het toch altijd even weer verwerken. Iedere keer. Want er wordt zoveel in opgeroepen en het is. Het is wat je zegt, dit is die tijdmachine en tegelijkertijd zo heel erg in het nu. Dus het is voor mij een soort portaal waar ik doorstap. Die echt wel wat energie van me vraagt om doorheen te werken. Ja. Ik vind het ook heel mooi om er eigenlijk geen vragen over te stellen. Want ik kan wel zeggen van nou Dien, dat woordje of dat zinnetje, maar het hoort eigenlijk allemaal bij elkaar. En het is eigenlijk gewoon een trip. Ja, dat is ook. Het is een van de weinige gedichten in de bundel die ook eigenlijk in één keer er gewoon
uitkwam. Mm-hmm. Alsof ik al jaren soort van dingen aan het stapelen waren die elkaar opeens, die opeens in op de juiste manier in elkaar klikten. Dus ja, het is opgedeeld in 5 delen, maar het voelt inderdaad als soort één heldere, constante beweging. Dus je wordt ergens aangeslingerd en je wordt de andere kant uitgespuugd en dat was het dan. En daar op het einde, net na dat zinnetje over het afschaffen van de slavernij, normaal gesproken schreeuw je dat heel hard. Ja, ja. En ik denk dat dat ook een zoeken is naar die ontlading, omdat die spanning zo opbouwt in mijn lijf tijdens het voordragen hiervan. Nu ben ik thuis en voel ik de noodzaak om dat heel hard te roepen. Ja. Maar ik merk wel dat door dat niet te doen, dat ik er zwaarder uitkom dan dat ik normaal uit dit gedicht kon zetten. Omdat het ook, weet je, het is zo'n banaal feitje ergens, maar het heeft zoveel betekenis, weet je. Kitty Kotti zou eigenlijk een Nederlandse dag van viering moeten zijn, want het is niet alleen een Surinaams ding. Leg even uit wat Kitty Kotti is. Het betekent letterlijk gebroken ketenen en het viert de afschaffing van de slavernij op 1 juni 1863. Maar bijkomend was dan wel dat de tot slaaf gemaakte nog 10 jaar langer op de plantages moesten werken. Tegen loon, maar schamel. En de slavenhouders die hebben of 10 miljoen aan compensatie gekregen. En je hebt nog steeds grachtengordel families in Amsterdam die dat dragen, weet je wel. Die, net zoals ik geschiedenissen en vele verhalen in me draag, dragen zij die geschiedenis. En dat wordt zo niet geadresseerd. Mm. En Kitty Kotti is dus een viering van dat afschaffen. Nou heb je ook mensen die protest voeren omdat ze iets hebben van ja, maar die 10 jaar die moet je er gewoon nog steeds bij rekenen. Mm. Maar ik zou heel graag zien dat het een Nederlandse viering wordt. Want het is Nederlandse geschiedenis. Niet Surinaamse. En dus het ja, daar kan ik heel boos nog heel boos nog van zijn. Nou ja, ook omdat we iets tekort doen aan dat wat je nu oproept. Omdat ik ook iets in mij voel doorresoneren. En ook een geschiedenis waar ik vanzelfsprekend fysiek geen deel van uitmaak, want ik was nog niet geboren. Maar ik behoor er wel toe. Nou ja, dat. En ik leef heel erg in een bubbel waar soort van dat bewustzijn er misschien sterker aanwezig is. Ja. Maar ik merk dat ik... Dat er absoluut momenten van frustratie zijn omdat het zo weinig erkend wordt of aangegrepen wordt. Als het boek 1 ding doet, dan is het denk ik vragen om erkenning van hoe onze geschiedenis verweven zijn met elkaar, weet je wel. En als je dat erkent, dan kan je iemand anders medemenselijkheid inzien. En dan wordt van die brug kleiner, weet je wel. En dan wordt die handreiking mogelijk waar ik het eerder over had. Ja. Nogmaals, het boek is absoluut wel voortgekomen uit een liefde voor mensen. En dus ook een noodzaak zien in wat we kunnen uitwisselen. Uiteindelijk zijn verhalen en is cultuur de enige currency die we hebben. De enige uitwisseling die er echt toe zou moeten doen. En we verspillen hem een beetje. Ja. Maar tegelijkertijd zou het ook jammer zijn als we de woede daar dan buiten laten om het maar gezellig te hebben of zo, toch? Ik bedoel, laten we het alsjeblieft allemaal benoemen. En het liefst dus ook buiten de bubbel, want als ik ergens een hekel aan heb, is het wel een bubbel. Dat we hier binnen iets bediscussiëren, dat het daarbuiten gewoon business as usual is, toch? Nee, dat heb ik ook. En ik probeer ook altijd wel gewoon buiten mijn bubbel te geraken, maar
ze zijn er nou eenmaal, je moet je er alleen bewust van zijn. Ja. Maar wat je zegt over woede vind ik heel erg interessant. Woede, het zijn van die dingen die we het liefst vermijden, maar ik snap dat niet zo goed. Maar woede heeft gewoon een functie en een plek binnen eender welk discours. Mm-hmm. En het invalideert de punten gemaakt niet. En zo wordt het vaak wel benaderd, terwijl ik zoiets heb van, nee, maar woede is terecht en functioneel en kan je brengen naar oplossingen. Weet je wel? Soms is woede ook gewoon maar iets waar je doorheen moet, alvorens je naar verzoening of in ieder geval een conclusie kan komen. Ja. En waarom willen we dat niet? Waarom willen we dat niet aangaan? Weet je wel, het is een gesprek voeren betekent niet dat je beide of weet je wel, iedereen die deelneemt aan dat gesprek, zich constant maar comfortabel hoeft te voelen. En die discomfort is ook functioneel. Dus laten we hem inzetten. Ja. Want praten over deze dingen is niet makkelijk. Voor niemand niet. Dus ja. Ja, dat eigenlijk. Ja, ik wilde dat heel mooi afronden. Maar het is gewoon van nee, laat het ongemak alsjeblieft ook gewoon onderdeel zijn van wat we hier met elkaar delen. Ja. Tot slot, Dean. Want dat gaan we zeker niet onvermeld laten. Is het taalspel. Zinnen die niet afgemaakt worden, zinnen die door elkaar gehusseld zijn en in de laatste serie gedichten talen die door elkaar gehusseld worden. Ik gebruik vrij veel anglicisme ook. Dat heeft ermee te maken dat ik tweetalig ben opgevoed. Mijn vader komt uit de voormalige Engelse kolonie. Dus die Engelse taal die leeft ook in mij. Als je mijn zusje en mij samenzet en we eten een hapje of we zitten, dan shiften we de hele tijd tussen Engels en Nederlands zonder dat we het doorhebben. Mm. Een vriendin van mijn zusje die heeft het een keertje opgemerkt. Die zei van, hebben jullie eigenlijk door wat jullie aan het doen zijn? Zo, nee. Mm. Maar dat is hoe we talig denken. Dus er zat al een soort meertalig denkmechanisme in mij. In het Nederlands heeft dat gewoon betekend dat ik echt op zoek ben gegaan naar de rijkwijde. Dus het zit van soort. Nou, niet echt heel erg slang, maar toch dingen die refereren aan soort van dat hiphoppige, straattaal elementen, tot heel erg archaïsche taal. Omdat het ook voor mij een soort politieke consideratie is. Dat ik zoiets heb van nee, maar het is een soort zeggenschap claimen. En die taal claimen op een manier die compleet eigen is. Om te zeggen van nee, ik heb de vrijheid om daarmee te spelen en te werken. Om op een manier die een ander misschien niet zint. Of misschien ook een soort ontoegankelijk is. Ook om te zeggen van. Of te communiceren met de lezer of de toehoorder. Van de handreiking mag niet maar van één kant komen. Mm-hmm. Jullie mogen ook naar mij toe stappen. Heel veel van de gedichten, als ik ze alleen in het Nederlands had geschreven, hadden ze denk ik heel erg belerend geweest. En nu gaat het veel meer over een proberen te stappen in externe verhalen. Mm. En externe verhalen naar je toe halen. Om het onderdeel uit te maken van een veel breder narratief. Waar we misschien elkaar sneller kunnen herkennen. Nou ja, en ook wat je zegt, van je bent gewoon hier de deur uitgelopen in Rotterdam-Krooswijk waar we nu zijn. En je hebt al die talen ook gehoord. Dus het is niet iets wat jij. Het is al van de wereld. Ja, ja. Ja, precies. Dus het is ook een soort directe relatie tot de wereld waar ik doorheen beweeg. Ja, jij bent toch weer die maan. Jij weerkaatst eigenlijk datgene wat al vanaf de aarde naar je toe komt. En je kaatst dat gewoon door naar de lezer. Het is een beetje doorgetrokken metafoor, maar je snapt het toch? Ja, nou, ja. In die zin klopt de metafoor enorm. En het is ook, want het is natuurlijk niet alleen maar wat ik hoor op straat, maar als ik ook kijk naar mijn vriendengroep, ik bedoel het allerlei nationaliteiten, allerlei achtergronden. Het is ook naar mezelf toe. Dan denk ik van ja, dit is inderdaad je wereld. En daar mag je dus voor schrijven. Ja. Trigger. Hoe met het vallen van de muren tussen ons opgeworpen en nauwe enten die bestormd zullen bij sunrise boven een slapeloos Damascus onvoltooid. Because it was only a game.
onschuldig vehikel van het adolescentenverlangen dat de wapens opneemt, het gewicht van die nalatenschap specifiek. De methodologie gereduceerd tot everything we call imperies en nauwe en ta omwentelingen van de small cultural qualities die we ravenous van sentimentaliteit beschuldigen. When the valleys, groen, het verraad van Egypte, uitroepteken. En nauwe en ta van de ongehoorzame kudde tot de tombstone littekenweefsel en de sparks die alles kapot ten behoeve van al het andere. Zo zal breuklijnen this oriental consciousness, fragmenten yielding voorbij conflicted de ruimte rond dit corpus en de whiteness waarmee het ingesloten. Little remains of these ancient walls die nu huizen voor splinterlichamen. Jasmijn op de burial grounds van een Europees geschreven lente en nawa enta als laatste biecht uit Rotterdam. We do not care or want to, want willen kost meer dan we te geven hebben. How easy ook wij forgotten als krater, woestijnland, cederboom, bloesem, hoe makkelijk vergeten we are. En nawa enta, losgeweekt residu, breaking hearts. Zoals het vrijelijk haar getuigenissen afgeeft in de cloud, dagboeken, hashtag something something placebo voor welwillend volk. Verscheurt als ordinair het vleespak van kind, moeder, mens, gevallen voor de hunger of man die met invasieve vingers onze striemen beroeren. En nauwe en de urgente gestures, weaponized, die de aderen tegen oppervlakte aanduwen. Posturing voor goedkope voldoening tussen ons en een overhellende ruïne Damascus, Yamadina, testament van eindig alive dat de handen reikt naar de promise of its history, verankerd in de muren tussen ons opgeworpen, niet minder bruut dan eender welk vertrek.